Oh. Het is hartstikke stil ook gelijk. Oké. Wauw. Colorful. Een modern schilderij. Een vrouw. Haar ogen zijn hier heel belangrijk. Ze moet echt spreken, dus... Ik heb geen probleem met rood, dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, spannend, hè? Ja, heel spannend, want het is een heel modern schilderij. Ja. En ik ken het schilderij niet, dat ook. Ik ben er sowieso niet heel erg thuis in de kunst, maar ik hou er wel van. Ik denk dat het ook wel echt een schilderij is dat bij je past, toch? Ja. We zijn in het depot van het Frans Hals Museum in Haarlem. Een museum dat al heel oud is. Iedereen kent ons vanwege de grote werken van Frans Hals. Maar we hebben zowel een collectie oude kunst, moderne kunst als hedendaagse kunst. We kijken naar een schitterend schilderij van Leo Gestel. Dit schilderij is geschilderd in 1913, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. En in zijn tijd was het al ultramodern. Ik moet eerlijk zeggen, het voelt niet als een heel oud schilderij. Het is iets wat gewoon nu ook gemaakt zou kunnen worden. Dus het is wel grappig dat iemand in die tijd, heel lang geleden, al heel tijdloos schildert. Dat hij iets maakt wat eigenlijk tijdloos is, want dit had echt nu ook geschilderd kunnen worden. Ik vind het een chique dame, wel een beetje een pittige tantetje. Zo'n vrouw die eigenlijk vooruit loopt met de mode eigenlijk, van in die tijd zeg maar. Dat het een vrouw is die durft. Een beetje een hele creatieve vrouw, kunstenaarachtige type. Dit is de succesvolle en hele zelfverzekerde schilderes Elzeberg. Zij is zelf ook ultramodern. Dat zie je in haar kleding, dat zie je in hoe ze zit met een sigaret in haar hand. En dat zie je vooral in die katachtige ogen die je heel indringend aankijken. Nou ja, dat straalt ze uit, dus het is wel heel grappig dat dat dan ook klopt. Als ik naar de kleding kijk, is het ook iets wat tegenwoordig aan kan. Het zijn allemaal dingen die nu ook in zijn. Grote ring, gekleurd nagelakje. De jurk is het satijn, het valt heel erg mooi, maar ook een beetje hoekig met brede schouders. En dan de hoed, die zo haar ogen bijna afschermt. Een dramatische hoed, een beetje een Koningin Maxima hoed. Zij was getrouwd met Mommie Schwartz, ook een kunstenaar. Maar het leven van Elzeberg en Mommie Schwartz zou in de Tweede Wereldoorlog dramatisch eindigen. Ze werden allebei in 1942 omgebracht in Auschwitz. Jeetje, maar oh ja, ik had niet eens nog gedacht dat ze een Joodse vrouw zou zijn. Maar dat zou, nu ik het zo weet, denk ik, ja. Het is een schilderij dat natuurlijk als eerste opvalt vanwege de enorme kleurenpracht. Het is vrolijk, het is mooi. Maar er zit veel meer in en daarom fascineert het bezoekers ook. Waarom kijkt ze ons zo aan? Hoe zit het nou allemaal in elkaar? Wat is voorgrond, wat is achtergrond? En wie is deze vrouw die ons zo indringend aankijkt? En dat is al meer dan 100 jaar de reden waarom dit zo'n belangrijke favoriet is. En zo'n belangrijk schilderij is. Dit zijn dingen die ik natuurlijk niet op heb. Ik heb sowieso bijna nooit dit soort hoeden op. En ik vind het wel heel leuk dat ik blauw oogschaduw heb. Dat heb ik ook nooit. Nooit eigenlijk. Ik vind het wel leuk om nu even totaal wat anders te hebben dan normaal.